Ik sta helaas niet in het toernooi. We hebben daar zelf voor gekozen, het team en ik. Afgelopen partij ging niet top, dus wij hebben toch gezegd van we doen het rustig eraan. We nemen een periode rust en dan komen we terug. Je komt dus terug. Wanneer is dat? Wanneer kunnen we jou weer zien? Ik ga niet te lang een pauze nemen. Dus ik hoop begin volgend jaar ergens. Dus afwachten. Nu komt het toernooi eraan. Had je dan toch niet gedacht, ik had toch wel mee willen doen? Zeker wel. Het toernooi komt eraan. Ik zie die jongens ertussen. Allemaal topjongens. En ik had er graag tussen willen staan. En die kans komt ook weer wel. Maar ja, voor deze keer niet. Wat is je doel? Want je gaat volgend jaar dus weer vechten. Waar wil je naartoe? Ja, er is één weg en dat is naar de top. En weet je, mensen denken misschien na die laatste partij dat het misschien over is. Maar het is nog lang niet over. Nee, en daar gaan we ook vanuit dat het nog lang niet over is. Het mentale aspect bij kickboksen, wordt dat nog wel eens onderschat? Ik denk heel erg onderschat, want dat is het belangrijkste, denk ik. Je kan nog zo goed getraind zijn, nog alle skills hebben, maar als het tussen je oren niet goed zit en je hebt geen zelfvertrouwen bijvoorbeeld, dan gaat het gewoon niet. Is dat ook te trainen, dat mentale aspect? Ik denk het wel. Met de juiste mensen om je heen kan je dat trainen. Maar de een heeft het aangeboren wat meer dat hij echt dat vechtkarakter heeft als de ander. Maar het is een moeilijk aspect en bij hem kan het een rol spelen, inderdaad. Ja, hoe ging jij er mentaal mee om toen je knock-out ging in New York? Ja. Kijk, voor mij was het, ik denk dat zijn keuze, ja, het is zijn keuze. Maar voor mij is het anders. Ik ging gelijk de volgende week, stond ik eigenlijk weer te sparren. En ik stond zo snel mogelijk ook weer in de ring. Om het zo snel mogelijk weet je, weg te werken en te verwerken. Dat heb ik altijd al, zoals hij zegt, een beetje in me gehad. Dat, weet je, als ik verlies of zo, wil ik gelijk terugkomen. Ja, en, want ik zag jou een dag later in New York. En toen stond je er alweer heel fris en monter bij. Ja. En ook strijdlustig. Ja. Natuurlijk baalde je wel, maar dat is dan dat van metalen. Het verlies. Maar voor de rest was het juist. Ik heb het genomen als een les. Het ligt eraan, je kan alles omdraaien, toch? Ja, zeker. Voor mij was het goed. Gaan we wel vanuit. En dat heb je ook gedaan, trouwens.